weet je, hij is echt dingend. Wow. Maar echt, toen we naar het zwembad gingen, hè? Heb je dus een sixpack gezien? Ja. 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 Een jongen kan niet beter. Ja. Hey, maar ik ga die kant op. Ik ga rechtdoor. Doei, tot morgen. Tot morgen. Zweer je, Paula heeft zo'n lekkere dikke kont. Elke jongen geld op haar, dat is echt. Dag Erika, hoe is jouw eerste dag op school gegaan? Goed hoor, maar ik moet nu echt naar huis. Ik heb best veel huiswerk gekregen. Oh, je bent een zonne-eentje. Iemand die altijd netjes zijn huiswerk maakt. Ja, dat is wel handig. Anders blijf ik net als jij in de eerste zitten. En dat vind jij grappig? Eigenlijk best wel. Je bent een fucking nerd. Oh, dus het is cool om in de eerste te blijven. Je moet nu echt je bek gaan houden. De docenten haten mij gewoon. Daarom lieten ze mij het eerste jaar overnieuw doen. Of je was gewoon nog te dom om een jaar hoger te gaan. Wat zei je daar? Oh, kom op Vincent. Ik heb walrussen gezien die slimmer en intelligenter zijn dan jij. Wat zei je daar? Dat ik walrussen heb gezien die slimmer en knapper zijn dan jij. De naam die in dit boekje wordt geschreven zal sterven. Denk aan het gezicht van de persoon die je opschrijft. Elke dood moet fysiek mogelijk zijn. Als je het boekje niet meer wil, leg hem dan 7 dagen weg. En Ryuk zoekt een nieuwe eigenaar. Wie is Ryuk? Wie ben jij? Dat maakt toch niks uit. Nogmaals, wiens naam ga je opschrijven? Als ik de naam van iemand in het boekje schrijf, zal diegene dan echt sterven? Tenzij de bladzijde binnen 2 dagen uit het boekje scheurt, dan zal de dood worden voorkomen. Ik zou niet weten wie ik op moet schrijven. Anders ik wel, Erika. Wie dan? Wat lach je van die jongen die in elkaar heeft geslagen? Ik zal erover nadenken. Ryuk? Hallo? Zo, kleine nerd. Wat voor boekje heb je daar? Laat me met rust, Vincent. Staan er al je geheimpjes in? Nee, er staat een manier in om klootzakken zoals jou van me af te schoppen. Laat mij de boekje eens zien. Wat? Nee, doe normaal. Ik ga jou mijn boekje niet geven. Doe niet zo kinderachtig, Erika. Geef me dat boekje. Dit boekje kan ik goed gebruiken. Geef het terug, Vincent. Nee, dit is handig voor mijn huiswerk en zo. Je maakt niet eens huiswerk.
naam die in dit boek wordt opgeschreven zal sterven. Denk aan het gezicht van de persoon als je de naam opschrijft. Wat een bullshit. Nou, oké, laten we maar proberen. Erika! Wat is het voor een boekje? Gewoon, huiswerk. Hoezo? Lieg niet! Er staat niks in het boekje, behalve dingen over de dood. Dus? Kun je echt mensen vermoorden als je hun naam erin opschrijft? Nee, wat denk je zelf? Nou, ik heb... Ja? Ik heb jouw naam erin opgeschreven. Wat? Geef het boekje nu aan mij! Waarom? Het is toch allemaal flauwekul? Geef het boekje nu aan mij! Waarom zou ik? Verbrand die pagina met jouw naam binnen 2 dagen om de dood te voorkomen. Ik heb dus een death note gekregen. Nee, nou, gekregen. Joh. Gestolen. Vincent! Kut! Vincent. Ik verbrand het. Doe maar, steek maar in de fik. Wat? Je bluft, steek maar in de fik.